Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de F1 Career Mode serie met Sauber. Ik wil direct eventjes een vermelding doen aan ons nieuwe F1-lid. Die heeft het F1-lidmaatschap genomen. Dat is Joey. Ik heb beloofd dat ik, als ik een lidmaatschap heb, dat ik die zou benoemen. Nou, Joey is in ieder geval de eerste die dit een nieuwe F1-lidmaatschap heeft. Dus bedankt daarvoor. Jij kan onze Formule 1-video's nu vooruitkijken, zoals deze. Trouwens, mocht jij ook lid worden, ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk Formule 1 video's vooruit te werken. Geef het nog even een tijdje. Ik hoop aankomende week heel veel video's voor jullie klaar te maken. Goed, dit weekend heb ik namelijk nog niet zoveel tijd, maar volgende week gaat mijn volle focus erop. Wij gaan ons nu in ieder geval even focussen op de Grand Prix van Miami. Een Grand Prix, ja, wat moet ik ervan vinden? Ik vind het eigenlijk totaal geen leuk circuit. Ik weet niet, de layout ligt mij niet en dat is gewoon per coureur anders natuurlijk. Ik bedoel, want het kan zijn dat jij kijkt en denkt van, waar heb jij het over? De Grand Prix van Miami is gewoon een geweldig circuit. Trouwens, dit zijn de upgrades, een motor update en een durability update. Nou, de durability upgrade komt natuurlijk van Bottas. De motor upgrade komt van... Welke motorleverancier hebben wij? Ferrari. In Miami en welkom bij we zagen het trouwens net op de lijn. Maar goed, kwalificatie. Alleen de snelheid zal deze coureurs vandaag scheiden. Maar de vraag is, wie heeft wat nodig is om de pole position te behalen? Het is een sprintformat, dus dit is eerst de sprintkwalificatie. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen dat het in de game zit. Het kost ook gewoon even wat extra opnametijd. Maar goed, dat hebben we natuurlijk voor jullie over. En we beginnen onze eerste sprintkwalificatierun, dus Q1, met best wel een prima tijd voor mijn gevoel. Ik bedoel, vanaf de softband ben ik best wel goed, vind ik, op deze game. De medium en de hardband, daar ben ik nog een beetje zoekende. Maar het gaat wel steeds een stukje beter. Uiteindelijk rijden we de vierde tijd. En is dat dan ook genoeg? We zagen Bottas op plek 5. En dat blijft ook 4 en 5. En dat vind ik redelijk opvallend. Zitten Saubers dan toch goed? Zitten ze er dan toch goed bij dit weekend? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik bedoel, van 4 en 5 is leuk. Maar het is maar Q1. Nico Hulkenberg, Danny Ricciardo, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen vallen uit. Dan gaan we door naar de sprintkwalificatie 2. En toch had ik steeds meer het idee dat de baan wat slechter werd voor mijn gevoel. Er kwam steeds minder grip. En we waren ook wel een beetje zoekende. Dit was dan onze eigen schuld dat we hier een beetje zoekende waren. Dit was door de curbstone. Maar goed, dan moeten we nog een goede tijd hebben. En uiteindelijk is het de vijfde tijd. Het is nou niet zo'n hele goede tijd of zo. Uiteindelijk dalen we naar de negende positie. En dan hoop je dat het goed genoeg is. Maar goed, we hadden gewoon geen setje softbanden meer. Want je hebt maar één setje softs voor de sprintkwalificatie. En die hebben we natuurlijk in Q1 gebruikt. En daardoor liggen we er in Q2 uit. Want wij eindigen op de 11e plek. Albon, Valtteri Bottas, Esteban Ocon en Logan Sargeant vallen ook uit in dit deel van de kwalificatie. Gaan we door naar ons coureurrating. En dan zien we dat alleen tempo omhoog is gegaan naar 71. Voor de rest is er ook niks omhoog en omlaag gegaan. Dus blijft onze overal rating nog steeds 68. Vergeet pitstops, vergeet brandstofmanagement. Dit wordt één en al plank gas. Terwijl we ons klaarmaken voor de sprint van vandaag. Fans zullen dol zijn op het 5,4 kilometer lange en 19 bochten tellende Miami International Autodrome aan de zuidkust van Florida. Dat is ontworpen om dicht op elkaar racen te bevorderen en aan de hoogste veiligheidsstandaarden te voldoen. Laten we de startopstelling voor deze spannende sprint nog eens doornemen. Wereldkampioen Max Verstappen begint vanaf pole position. Sergio Perez stelt daarnaast op. En als we doorgaan naar de rest van de grid hebben we Sainz, Leclerc, Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Stroll, Norris, Oscar Piastri, Joker, Albon, Bottas, Ocon, Sargeant, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Ricciardo en Nico Hulkenberg maakt de startgrid compleet. En nu is het tijd om het circuit op te gaan. En
naast me een man, wat kan ik nog meer zeggen? Hij is een legende. Bas van Damme. Helaas lukte het de vorige keer niet. Het was een slechte race. De vraag is echter, kan de coureur vandaag herstellen? Ja, dat kan, Olaf. Je moet het achter je laten. Wat er de vorige keer ook is gebeurd. Als coureur werd mij altijd verteld het in je hoofd te parkeren. Het te vergeten. Natuurlijk de pijn te voelen als het gebeurt. Maar je kunt er niet bij blijven stilstaan en dat meenemen naar de volgende race. Laat het achter je en zet je gewoon in voor de race die nu voor je ligt. Wijze woorden van de commentatoren hier. Nou, in ieder geval, wij gaan de sprintrace met de medium band rijden. Ik verwacht eigenlijk niet zo'n hele goede sprintrace. Als ik kijk hoe de sprint in China ging, waren we gewoon redelijk kansloos. En ik hoop dat het in Miami natuurlijk niet zo is, maar ik verwacht er niet te veel van. We starten dus op de 11e positie. Nou, we komen uiteindelijk op de 10e positie. Normaal is dat natuurlijk 1 punt, maar in de sprint niet. Dan pas krijgen we vanaf plek 8 punten. Nou, uiteindelijk proberen we nog een aanval op plek 9 te doen. We raakten Norris wel, alleen het komt allemaal gelukkig goed. Nou, dan is het even kijken of er niemand ons gaat inhalen. Nou, Albon zit er wel dicht achter, maar kan er hier eigenlijk niet naast. Doet dat dan ook niet. En wij beginnen de aanstelling om de McLaren van Norris toch wel kwijt te raken. En dat baarde mij zorgen, want dan begin je toch alweer in je hoofd te denken van oké, ik begin deze sprint toch wel weer eigenlijk voor niks te rijden. Dus je rijdt eigenlijk alleen maar voor die extra WK-punten. Maar om daar nou heel veel risico voor te nemen, ja, dat zie ik ook niet in eigenlijk. Want dan beschadigen we alleen maar onze auto. Ja, hier gaat Albon eraan voorbij. Nou, dit is natuurlijk een prima circuit voor de Williams. Die Williams heeft namelijk downforce nog niet uitgevonden. Dus ja, op low downforce circuits doet deze auto het gewoon fantastisch. En dat zien we ook aan alles. De Albon is gewoon moeilijk bij te houden. Wel in de bochten natuurlijk, logisch, geen downforce. Maar goed, laten we eens even kijken naar de herhaling van de start van deze sprint dan. Dan zien we de twee Red Bulls vanaf de eerste startrij starten. Volgens mij is dat Max Verstappen op de eerste positie. Maar hij wordt uiteindelijk gepakt door Checo Perez. En wij zitten eigenlijk gewoon alweer in niemands land. Je ziet Norris dat gat al trekken. En daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. In die eerste ronde weet Albon al 17e bij ons weg te rijden. Nou, uiteindelijk weet je dat gat nog enigszins een beetje dicht te remmen. Maar goed, ik denk ook dat Albon daar natuurlijk niet van onder de indruk is. We openen deze sprint dan ook in een 1.35.9. Op zich prima, maar goed, we rijden natuurlijk met weinig brandstof. Kijken we eventjes naar een herhaling van mijn teamgenoot. Die uiteindelijk een aanval gaat doen op de McLaren van Oscar Piastri. Het kan natuurlijk maar eentje zijn, want Norris rijdt voor ons. En het lijkt erop dat Bottas hier wel eens kan gaan winnen. Want hij heeft eigenlijk nu straks de binnenkant. En dat is de goede kant eigenlijk. Maar of heeft Piastri de ballen om de auto te laten staan? Oh, Piastri heeft de ballen om de auto te laten staan. Oké dan, dit had ik even niet verwacht van onze Australiaanse vriend. Piastri laat zijn auto staan en gaat er daardoor aan voorbij, want hij zit nu aan de goede kant. Ja hoor, Bottas is er eventjes ingetuind, die zegt door Oscar Piastri. Echt goed gerezen door de Australiaan. Nou, en wij beginnen alleen maar posities te zakken, want Piastri gaat ons inmiddels voorbij, zo heeft... Hij de eerste Alfa Sauber aanval afgeslagen en de tweede heeft hij zelf gecreëerd, want die heeft hij heen gehaald. En ook Bottas is ons voorbij. En betekent dit dan dat er motivatieverlies is bij mij? Nou, ik denk het... Nee, dat weet ik wel zeker. Op dit moment dacht ik echt van ja, waarvoor rij ik eigenlijk nog? Ik rijd niet meer voor de punten. Het was eigenlijk best wel demotiverend. Maar goed, ik probeerde toch nog een beetje motivatie te krijgen door proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is alleen niet te zien, want je wordt nog steeds om de oren gereden. Ik bedoel van kijk, je wordt zelfs nu ingehaald door fucking Duracell auto's. Die van Albon die loopt natuurlijk ook op Duracell batterijen. En die van Logan Sargeant raakte trouwens net een beetje op. Daardoor konden we hem weer voorbij. Maar goed, de Duracell batterij van Logan Sargeant is inmiddels weer opgeladen. En kan daardoor mooi eventjes gaan accelereren. DRSje aan. En dan is onze Duracell batterij ook naar plek 14 gegaan. En zo liggen wij op de 15e positie. De Williams is de enige auto die op batterijen rijdt. Nou, kan Gasly er dan ook nog aan voorbij?
We zijn eventjes in onze achteruitkijkspiegels aan het kijken, want we verwachten op elk moment een inhaalactie van de Alpine. En Gasly zit al te kijken en gaat er daardoor ook prachtig naast. En is er dan eigenlijk al aan voorbij? Jawel hoor, want dit kan je niet meer uitremmen. Daardoor gaan we ook gewoon normaal ons rempunt in en nemen we ons verlies. Nog steeds de zevende ronde van de race. Ga je dan ook nog een positie verliezen aan Yuki Tsunoda? Dat zal wel heel zielig zijn, maar ja, hoe zielig dat misschien ook wel is. Je gaat ingehaald worden en daar is dan ook Tsunoda eraan voorbij. En zo staan wij 17. Nou, moet je oppassen dat je niet 18e wordt. Want Kevin Magnussen komt er ook nog even naast. Alleen Magnussen laten we dan eventjes niet toe. En zo liggen we nog in ieder geval 17e. Maar is het natuurlijk een schrale troost. En laten we hopen dat dit absoluut geen voorbode is voor de hoofdrace. Want dan gaan we een enorm saaie race tegemoet. Maar we gaan ervan uit dat die race puur en al spektakel wordt. Wij gaan uiteindelijk 17e finishen waarschijnlijk. Of moeten we Tsunoda hier nog in kunnen halen? Checo Perez wint de sprintrace. Maar daar zijn wij natuurlijk totaal niet mee bezig. Maar goed, om heel veel risico te nemen voor een plek wat geen punten oplevert, is het ook zeker niet waard. En zo gaan we Tsunoda misschien nog inhalen. Nee, het komt te laat. En zo eindigen we 17e in de sprint. En dit was dan toch wel weer een enorme tegenvaller. Aangezien je twee races op rij hun punten wist te halen. Natuurlijk, eentje hebben jullie niet gezien, dat was Japan. Maar dan is dit toch wel weer een tegenvaller. En dan begin je toch wel weer een beetje te beseffen dat dit soort circuits de auto gewoon echt niet ligt. Op auto's waar, op circuits waar gewoon hele lange rechte stukken zijn, is de Sauber gewoon een kansloze auto. En daar moeten wij veel aan gaan veranderen, maar ook onze motorleverancier Ferrari moet er zeker wat aan gaan veranderen. Perez wint dus, Sainz en Verstappen worden uiteindelijk 2 en 3. Dat heeft uiteindelijk geen zin, want er is natuurlijk geen podium. Onze ratings gaan... Nou ja, qua punten niet omhoog, alleen ze zijn wat verder in de ontwikkeling. Het weerbericht dan: in de kwalificatie blijft het droog en in de race blijft het gelukkig ook droog. We gaan nu naar de kwalificatie voor de hoofdrace. En welkom bij de kwalificatie. Alleen rauwe snelheid zal deze coureurs vandaag scheiden. Maar de vraag is, wie heeft wat nodig is om de pole position te behalen? Alleen moet ik wat doms met jullie mededelen en dat betekent dat we geen kwalificatie gaan rijden, want we gaan onderdelen vervangen. Ja, dat had ook voor de kwalificatie gekund, dat weet ik, maar Jason is een beetje dom en besefte zich pas in de kwalificatie van, nou, weet je wat, dit wordt waarschijnlijk toch een kansloze race. Wij gaan gewoon proberen lekker laatste te starten en kijken of we dan tenminste wel kunnen gaan inhalen. Ik bedoel, van het doelpunten heb ik eigenlijk in mijn hoofd al gewoon opgegeven. Het doel is gewoon zo hoog mogelijk finishen. Ik bedoel, van je kan ook niet met de Sauber elke race punten rijden. Daar is de auto gewoon nog simpelweg niet voor. Valtteri en ik zijn ons best aan het doen om de auto daar te ontwikkelen. Alleen dat duurt eventjes. En dat is natuurlijk een lange termijn project. Nou, dan hebben we opeens wel een hele rare kwalificatie achter de rug. Waarbij Verstappen 14e wordt, Sainz 10e. Fernando Alonso, Valtteri Bottas. Fernando Alonso, Oscar Piastri, Alex Albon, Nico Hülkenberg en Jason Wesseling sneuvelen. En dan zijn Alonso en Piastri opvallende namen. Maar ook Alexander Albon hoort daar eigenlijk niet tussen. Goed, dit doet natuurlijk wel een beetje pijn en juichende Valtteri Bottas. 1 punt achter op onze rivaal. Dat is ons teamgenoot, dat is niet leuk. In ieder geval gaan er ook geen ratings omhoog, logisch. Alleen tempo gaat omlaag. Want we hebben natuurlijk niet gereden. Goed, dan gaan we ons opmaken voor de race. Florida is geen vreemde in sport van wereldklasse. En vanaf 2022 staat de Sunshine State van de VS op de Formule 1 kalender. Welkom terug in Magic City voor de Grand Prix van Miami. Nou, het is alles behalve zonnig hier in de Sunshine State. 1 ronde van de Grand Prix van Miami telt 19 bochten over een lengte van 5,4 kilometer, rijdend rond het Hard Rock Stadium. De huidige omstandigheden zouden wel eens zeer lastig kunnen blijken voor de coureurs vandaag.
Na een fantastische kwalificatie is het tijd om te zien hoe onze startgrid van vandaag eruit zal zien. Max Verstappen heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. Naast Sergio Perez die op P2 staat. Kijkend naar de rest van de grid hebben we Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell, Norris, Stroll, Bottas, Sargent, Gasly, Ocon, Ricciardo, Tsunoda, Magnussen, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Albon, Hulkenberg en Joker. Nog even voor de lichten uitgaan, dus laten we naar het circuit gaan waar ze bezig zijn met de laatste voorbereidingen. En naast mij vandaag een voormalig Formule 1 coureur en wereldkampioen. Zie je, ik zei toch dat ik je een grootse introductie zou geven. Bas van Damme, hallo. Helaas lukte het de vorige keer niet. Het was een slechte race. De vraag is echter, kan de coureur vandaag herstellen? Ja, dat kan, Olaf. Je moet het achter je laten. Wat er de vorige keer ook is gebeurd. Als coureur werd mij altijd verteld het in je hoofd te parkeren. Het te vergeten. Natuurlijk de pijn te voelen als het gebeurt. Maar je kunt er niet bij blijven stilstaan en dat meenemen naar de volgende race. Laat het achter je en zet je gewoon in voor de race die nu voor je ligt. Het regent in Miami en daar was ik natuurlijk absoluut niet blij mee. Ik zei natuurlijk in het weerbericht dat de race droog werd. Nee, het zal vanaf het begin gaan regenen. De hard en medium strategie gaan we dus doen. Nou, ik ben nieuwsgierig of we niet naar de intermediums moeten. Het ligt er natuurlijk net aan hoe lang het regent. In ieder geval zijn de lampen aan voor de Grand Prix van Miami en we zijn onderweg. Je ziet de spray onder de banden vandaan komen. Maar goed, het is blijkbaar goed genoeg voor de droge weerband. We gaan uiteindelijk naar de 19e positie omdat wij de haas van Nico Hulkenberg weten in te halen. Maar goed, dan zijn we er nog zeker niet. We willen natuurlijk meer mensen inhalen, want je doelstelling is natuurlijk gewoon punten halen. Ondanks waarschijnlijk dat dat met deze Sauber niet gaat lukken. Want ik en de Sauber zijn al niet echt de beste vriendjes, laat staan in de regen. Maar goed, we zien Magnussen en Albon voor ons in een gevecht. Oh. Gaat allemaal net goed. En dan gaat Albon als winnaar uit deze strijd komen. Dan zien we de herhaling van de start. Even kijken. Ja, we zien weer die beide Red Bulls op de eerste startrij. Weer weten ze allebei volgens mij heel goed weg te komen. Oh, je ziet daar wel wat geduw en getrek bij Bottas, want daar zingen ze drie wijd. Maar voor de rest gaat het allemaal goed. En dan zetten we een beetje achter ons te kijken en een beetje voor ons. Nou, voor ons kan je de auto's al bijna niet meer zien. Komt ook door de spray, maar komt ook omdat ze gewoon zo ver wegrijden. En je zit gewoon een beetje in de haas-sandwich. Alleen Nico Hulkenberg weet jou niet in te halen en jij weet Magnussen niet in te halen. We openen in ieder geval de eerste ronde in een 1.52.8. Maar je ziet gewoon die haas gewoon helemaal weg accelereren. En daar word je natuurlijk niet vrolijk van. En het lijkt erop dat we dezelfde race tegemoet gaan als tijdens de sprint. En dat wil je niet horen en wil je niet zien. Maar goed, we kunnen misschien nog wat doen als het droog is. Dan zou je misschien een tactische beslissing kunnen nemen. Om uiteindelijk te zeggen van we gaan voor die undercut. Want we zien dat dit nog een groepje is. Ja, en zolang dat een groepje blijft, kan een undercut opeens heel goed werken. Dan kan je van P19 opeens naar P9 gaan. Ja, dat kan. Maar goed, laten we eerst eventjes kijken naar onze teamgenoot. Want die rijdt natuurlijk ook nog. En die wordt op dit moment ingehaald door Logan Sargent. We weten natuurlijk dat de Williams hard gaat op dit circuit. Bottas probeert zijn huid duur te verkopen. Blijft er ook naast. En Logan Sargent blijft er ook naast. Logan Sargent wil die positie hebben. Alleen komt niet verder bij Bottas. En zo heeft Bottas in ieder geval die positie nog. En we zien dat Magnussen ons inmiddels buiten de DRS heeft gereden. En daar word je natuurlijk ook niet zo vrolijk van. Uiteindelijk krijgen we nog wel eventjes het doel wat we elke race krijgen. Voorkomt dat de motor boven 146,4 graden blijft voor 10 seconden per rondje. Nou, dat moet ons wel weer lukken. We hebben eigenlijk al die doelstellingen volgens mij nog gehaald. Alleen ik baal er wel van dat er niet echt diversiteit in zit.
En dat je eigenlijk praktisch altijd dezelfde krijgt. Natuurlijk, dat ga je altijd krijgen, maar als je er gewoon meerdere in doet, dan wordt dat niet zo standaard als wat het nu is. Maar goed, misschien kan daar nog natuurlijk een update overheen komen. Vaak updaten ze niks bij een career mode, maar goed, laten we hoop hebben. In ieder geval nog met een paar rondjes te gaan overleven we in ieder geval de doel, althans voor deze ronde. We moeten nog één rondje ermee door. Uiteindelijk rijden we een paarse tweede sector, waardoor we weer aangesloten zijn bij de Haas van Magnussen. Alleen je ziet alweer dat we een fout maken en deze fout is direct fataal, want je doet het bij een exitpunt. Daardoor kan Magnussen heel het rechte stuk dooraccelereren. Inmiddels hebben we de doelstelling trouwens wel gehaald. Maar goed, dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel, want ik wil gewoon punten halen. Nou, in ieder geval hoger finishen dan mijn teamgenoot. En op dit moment zit dat er gewoon simpelweg niet in. Charles Leclerc 1.30.2. Ik heb me ook in deze race toe voorgenomen van, weet je wat, ik denk dat ik ook elke keer te veel verwacht van de auto, maar ook van mijzelf. Want ik ben zelf natuurlijk ook niet de beste coureur van de wereld. En de Sauber is gewoon ook niet de beste auto van de wereld. Sterker nog, we zijn misschien wel de derde slechtste auto van de grid. Misschien is het gewoon handig om gewoon als doelstelling te nemen elke race je teamgenoot. In ieder geval voor je teamgenoot te finishen. En dan zie je wel wat er later komt. Broer, van je moet natuurlijk altijd voor het maximale haalbare gaan. Maar punten zijn dat niet altijd. En zo lijkt dat ook op deze race. In ieder geval ook nog eventjes een herhaling van een Aston Martin die in gevecht is met een Mercedes. Het is Lewis Hamilton die in gevecht is met Fernando Alonso. Die twee houden nog zo van elkaar. Hebben natuurlijk bij elkaar bij McLaren enorm elkaar lopen te piepen als teamgenoten. Maar goed, het is uiteindelijk Lewis Hamilton die als winnaar uit de strijd komt. En wij gaan uiteindelijk in de 11e ronde voor die undercut. Dat was toch wel de beste optie, vond ik. En zo duiken we zo snel mogelijk naar de pitstraat. En dan moet deze pitstop natuurlijk ook goed gaan. Want die gaan nog niet zo goed bij Sauber. Daar moet echt nodig in geïnvesteerd worden. Maar boven alle verwachtingen gaat deze pitstop goed. En daar rijden we dus met een 2,5 seconden pitstop de pitstraat weer uit. En moet je zo snel mogelijk gas op die lolly geven. En proberen zo snel als mogelijk dat gat dicht te rijden. Zodat je uiteindelijk misschien wel rond de plek 12, 13 de pitstraat uit kan komen. Hopelijk kom ik dan voor mijn teamgenoot de pitstraat uit. Want dan heb ik in ieder geval mijn mentale doelstelling gehaald. En zo zien we ook dat we in onze outlap of inlap, hoe je het ook wil noemen, een paarse tweede sector rijden. En daar was ik best tevreden over. Alleen die derde sector is dan niet paars. Ja, dan haal je er natuurlijk niet het uiterste uit. Maar goed, foutjes kunnen. Je moet nu wel zo snel mogelijk je tijd verbeteren. Maar van tijdsverbeteringen word ik vrolijk. En uiteindelijk krijgen we ook nog eens een doelstelling over een tijdsverbetering. Want het haalde tijd van 1.29.8. Nou, dat moet wel haalbaar zijn. We rijden op dit moment een 1.30.3. Maar we hebben natuurlijk een nieuwere compound onder onze auto zitten. En die hoort eigenlijk op papier sneller te gaan dan de vorige. Dus laten we hopen dat we deze doelstelling ook kunnen halen. Dit is al wel een iets pitteriger, moet ik eerlijk zeggen. Want we hebben in Miami nog steeds niet echt de pace gevonden. Inmiddels is er ook weer een battle gaande. Of kan je dit wel een battle noemen? Het is Albon die er wel heel makkelijk aan voorbij komt bij de Alpine van Gasly. Maar goed, wij zijn natuurlijk bezig met die doelstelling. En uiteindelijk bezig om het gat dicht te rijden naar de rest van de groep. En dat lijkt op zich wel een haalbare situatie. We rijden een groene eerste sector en een groene tweede sector. Dan zal er toch in ieder geval een verbetering aankomen. Alleen je ziet geen paarse sectoren. Dus een hele grote verbetering zal het niet zijn. En je hebt wel een redelijk grote verbetering nodig voor die doelstelling. En zo haal je hem ook niet. 1.29.9. En het leukste is, je komt 85.000ste van een seconde tekort. Ja, dan moet je gewoon maar harder rijden. Nou, in ieder geval rijden we nu wel een paarse eerste sector en een groene tweede sector. Dan moet deze derde sector natuurlijk wel goed gaan. Want dan kunnen we uiteindelijk deze doelstelling weer halen. En dat doen we ook. We rijden zelfs de snelste race ronde 1.29.5.0.3. Maar goed, natuurlijk als de topteams gaan stoppen, gaat die snelste race ronde ook weer weg. Onder de topteams vallen gewoon Red Bull, Aston Martin en McLaren, Ferrari. En Mercedes soms vaak niet. Want wij kunnen soms battelen met Mercedes. Ligt er wel even aan op welk circuit. Ik heb het gevoel dat wij op meer downforce circuits sterker zijn dan op low downforce circuits. Wat
Ja, deze is wel redelijk lowdown voor. Zoals ik de setup zag van die ik had geselecteerd. Ik heb altijd de setups van Sim Racing Setups. Je kan natuurlijk zijn website checken, maar ook zijn YouTube kanaal, want daar uploadt hij ook zijn setups op. Wij zijn in ieder geval naar de 13e plek met onze aan de kut. En we zijn voor Oscar Piastri gekomen. 4,2 seconden. Daar ben ik best wel blij mee. En mag dus een 7,9. Op zich best wel interessant dat de aan de kut dan echt daadwerkelijk zo sterk is. En nu zien we ook al onze teamgenoot et cetera naar binnen gaat. En dan is het de grote vraag of het ook daadwerkelijk is gelukt voor je mentale doelstelling. Alonso, Ocon, allemaal binnen. Maar ja, Alonso, weten we natuurlijk, poepstart gehad. Maar ook Lewis Hamilton komt naar de pitstraat uitgereden. En daar rijdt 2,7 seconden voor ons. Piastri, het gaat nog steeds 4,2 seconden. En Fernando Alonso 4,0. Die heeft inmiddels Piastri ingehaald, want Piastri kwam er voor hem de pitstraat uit. En we zien uiteindelijk onze snelste race rond ook weer verdwijnen. 1.29.1 is de snelste tijd van Lewis Hamilton in zijn prachtige Mercedes-bolide. Wij weten die Mercedes-bolide ook niet bij te houden. Sterker nog, Stroll is zelfs achter Lewis Hamilton terechtgekomen na zijn pitstop. En volgens mij reed Lance Stroll voor Lewis Hamilton. Laten wij ook eventjes meegenieten van de battles vooraan. Zo probeert Max Verstappen zijn leiding weer te veroveren ten opzichte van Charles Leclerc. En hij is daaraan voorbij. Zo heeft Max Verstappen, onze Nederlandse held, weer de eerste positie. En dat is natuurlijk niet nieuw. En dan gaan we terug naar onze eigen race en we krijgen weer een doel. Laat ERS op tot 59,36% voor ronde 25. Nou, daar hebben we dus 5 rondes voor. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook een tactiek voor. Je kan zeggen van we gaan even tijdelijk geen batterijtoevoer meer toelaten naar de batterij. Want geen extra vermogen meer naar de batterij. Want dan kan je hem op geen zetten. Dan haal je die doelstelling heel makkelijk. En op zich helpen die doelstellingen je wel om een positie te verdedigen of in ieder geval een aanval op te zetten. Want je laat je batterij elke keer wel weer goed op. Over het verdedigen gesproken, dat doen we helemaal niet ten opzichte van Alonso. We remden wel iets later, maar daar hield het ook bij op. Inmiddels hebben we de doelstelling ook gehaald door natuurlijk de batterij op geen te zetten. Waardoor er natuurlijk geen extra vermogen vrijkomt. Nou, hier zien we nogmaals de herhaling van de inhoudactie van Alonso op ons. Ja, wij geven ons hier ook gewoon eigenlijk wel gewonnen. We zijn niet met hem in een battle. We moeten proberen Piastri voor ons te houden. En hij nadert ook al snel. Want Piastri zit nu al in de versnellingsbak bij ons. En gaat een inhoudactie plaatsen. Oscar Piastri gaat voor de 10e positie en wij zien onze punten weer in rook opgaan. Maar goed, ja, dit krijg je bijna aan de kut. Dan weet je gewoon dat de rest om je heen nieuwere banden heeft, omdat jij gewoon eerder gestopt bent, dus meer bandenslijtage hebt. Maar goed, je wil in ieder geval proberen een aanval terug te doen op Piastri. Daardoor gebruiken we zijn slipsteam, zetten we de DRS aan en gebruiken we natuurlijk ook volledig onze batterij. En uiteindelijk komen we dan ook naast Oscar Piastri. En dit zal dan de eerste inhaalactie zijn van het weekend aan onze kant. Een van de weinige inhaalacties van het weekend. En dit is de 10e positie terug en zo veroveren we in ieder geval tijdelijk een punt. Maar Piastri wil er wel weer heel graag naast komen. En in de 23e ronde van de race komen we weer op dit rechte stuk uit. Alleen ja, hier gebruikt de AI altijd wel heel slim hun DRS. Ik heb niet het gevoel dat de AI veel ARS gebruikt. Maar daar gaat Piastri komen. Nee, dat is Albon. Albon naar de 10e positie. En dit is nog pijnlijker. Want wij zijn natuurlijk in strijd met Williams voor die positie in de constructeurstitel. Uiteindelijk knijpen we Piastri een beetje, waardoor Piastri er niet meer naast durft. Maar dit is wel even een tegenvaller, want Albon ga je de hele race niet meer tegenkomen. En dat blijkt ook, want hij heeft uiteindelijk een gat van 2,5 seconden. Ja, behaald of gereden. Nou, in de 24e ronde gaat Gasly ons in ieder geval ook inhalen. En daar word je ook niet zo blij van, maar dan uiteindelijk verremmen we ons en dan spinnen we. Alleen ik had het gevoel dat ik geraakt werd.
Alleen, ja, ik wist zeker dat ik geraakt werd toen het hier gebeurde. Want ik had niet het gevoel dat ik uit mezelf spinde. Of het lag erg aan de bandenslijtage dan. Maar voor mijn gevoel spinde ik hier niet zelf. Maar worden we ook geraakt, is natuurlijk de grote vraag. Worden wij hier aangetikt? Als ik zo nu in de editing bekijk, lijkt het erop van niet. Maar laten we de herhaling er eens even bij pakken. Hier wil Gasly ernaast. Nou, Gasly is er ook al aan voorbij. Zo heeft hij zijn positie terug. Je ziet dat wij ons verremmen. En dan lijkt het erop dat niemand ons aanraakt. Maar je kan het vanaf dit beeld niet goed zien. Laten we dan maar even het beeld erbij pakken van onze Duracell-auto. In dit geval de auto van Logan Sargeant. Die zijn Duracell-batterij in tussentijd mooi aan het opladen is. En ziet opeens dat Gasly voorbij komt aan ons. Hij denkt van mooi, dan kan ik straks die dingen zien halen. Maar dan spinnen we volledig uit onszelf. En dit had ik dus eigenlijk niet verwacht toen ik de replaybeelden zag. Want ik dacht echt dat Logan Sargeant ons aanraakte. Maar dat kan natuurlijk nooit. Want Sargeant was hartstikke ver weg. Hoe ik er dan bij kwam, geen idee. Wij gaan in ieder geval vanaf de rooivlags weer naar de softband. Ja, en dan is het gewoon weer een sprintrace voor twee rondjes. En we gaan dan kijken wie deze sprintrace van twee rondjes op zijn naam gaat schrijven. Wij hebben in ieder geval de 13e positie veroverd. We zitten een beetje in het gedrang. Het is gewoon alles of niets. Wil je een punt, dan moet het nu. Het is alles of niets voor elke coureur. Wij hebben in ieder geval de 13e positie, maar daar is ons Kapiaski. En hij stuurt ons weer door naar de 14e plek. Dus daar word je dan weer niet zo heel erg dergend vrolijk van. Maar goed, wij proberen de druk te houden op Piaski. En komen er hier dan ook uiteindelijk naast. En kunnen we dan ook voorbij komen aan Piaski? Nou, we raken elkaar wel lichtjes. Maar gelukkig hebben we beide geen vloerschade. Alleen blijft Piaski ernaast. We weten dat natuurlijk. Maar nu geeft hij op. Aangezien wij volgens mij een beetje ERS gebruikten. Maar dat weet ik niet zeker. Leek er wel op. Laten we dan eventjes de herhaling van de start meepikken. En dan zien we dit keer geen twee Red Bulls vanaf de startrij. Een Ferrari en een Red Bull. Het lijkt erop dat Perez aardig genaaid is door die rode vlag. Ja, ik vond het zelf ook niet zo leuk, maar goed. Het moet maar. En dan zien we eigenlijk nog niet heel geks. Ja, we zien het gevecht met ons en Piaski, maar nou houdt het ook wel op. Wij proberen in ieder geval onze teamgenoot weer eens eventjes in te halen. Die willen we in ieder geval voor de mentale gedeelte inhalen. Maar dan halen we ook direct Gasly in. En zo rij je op de 11e positie. En nu kan je helemaal alle remmen losrijden. Want nu moet je gewoon naar die 10e plek toe rijden. En gaat dat ons dan ook lukken? Is natuurlijk de grote vraag. Fernando Alonso heeft een vele malen snellere auto. Alleen rijden we wel een paarse derde sector. En dan zien we ook nog even een herhaling. Want Verstappen gaat terugkomen aan de leiding in deze prachtige race. Want hij gaat een aanval doen voor die leiding in de race. En uiteindelijk is het Charles Leclerc die zich toch wel gewonnen moet gaan geven. Want Verstappen zit hier gewoon simpelweg aan de goede kant. En zo is Verstappen weer voorbij aan de Ferrari. Maar goed, wij zitten natuurlijk in onze eigen gevecht. Wij willen Fernando Alonso inhalen. Wij willen gewoon die 10e positie. En we zitten in de DRS. We zitten in slipstream afstand van Fernando Alonso. Gaat het ons dan misschien toch nog lukken om die 10e positie te halen? Dat zal wel wat zijn. Dan zou je denken dat ik die rode vlag expres heb veroorzaakt. Maar dat was niet eens het geval. Want ik had echt het gevoel dat ik door Sargeant werd aangetikt. Maar ja, als je de herhalingen dan weer zo ziet, kon dat natuurlijk nooit. Alleen de 10e positie gaan we niet halen. Want Alonso heeft gewoon beter weggeaccelereerd hier dan ons. En zo worden we eigenlijk redelijk kansloos 11e. Heeft de auto ook nooit echt de potentie getoond dat het 10e kon worden. Nou kan het misschien nu nog. De run is veel te kort. Dus gaat Alonso het ene puntje meepikken. En eindigen wij op de 11e positie. Geblokte vlag. Wat een fantastische overwinning van een geweldige Grand Prix van Miami. We kijken vaak alleen naar de uitslag. Een overwinning in de race. Maar dat vertelt niet het hele verhaal. Als coureur heb je uitdagende omstandigheden moeten overwinnen gedurende de race vandaag, Olaf. En dat is niet niks en laat echt een grote rijpheid en kracht zien, diep van binnen. Als coureur kun je hieruit putten en dit gebruiken om je vertrouwen op te bouwen voor de rest van het kampioenschap. En dan zijn we dan. Een team dat geen vreemd is voor het podium en dat opnieuw bovenaan staat.
sublieme race vandaag. En een geweldige zege voor Ferrari. Laten we dan ook direct maar het rijderskampioenschap erbij pakken. Maar laten we eerst de einduitslag erbij pakken. Sorry, ik kan het niet goed twee keer eerst zeggen. Nou goed. Carlos Sainz wint de Grand Prix. Verstappen tweede. Leclerc derde. Russell vierde. En dit is dan de coureursklassement. Leclerc heeft de leiding overgenomen van Max Verstappen op 3 puntjes. En dit is de constructeurstand. Red Bull op de eerste positie. En wij op de 7e plek. En in de coureursklassement stonden we natuurlijk redelijk laag. Dan zien we Bottas weer juichen. Ja, nog steeds 1 punt achter Valtteri. Het is redelijk pijnlijk dat je achter staat op je teamgenoot. Nou, blijkbaar hebben we dan ook nog iets aan rivaliteit met Sargeant. Dit snap ik dan persoonlijk niet helemaal. Maar goed, het hoort erbij. Dan gaan we ook nog even onze driver rating. Nou, ervaring 53. Racetechniek 68. Bewustzijn 67. Tempo gaat niet omhoog en concentratie wel. Die gaat naar 62 en dat betekent dat onze overall rating 69 rating wordt. Dames en heren, wil je ons kanaal nou steunen net als wat Joey heeft gedaan? Neem dan het F1 lidmaatschap voor 2 euro per maand. Wil je niet alleen maar onze F1 video's vooruitkijken? Dan kan je ook het DG abonnement nemen of hoe die ook maar heet. Die is 4 euro per maand, kan je al onze series vooruitkijken. Je kan natuurlijk ook ons gratis steunen door te abonneren en te liken. Nou, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken en toedeledokie dames en heren.